Toen wij in de zomer van 2007 aan Veldhoen vroegen, help ons om in december in dit pand te trekken, in een nieuw concept. Toen was dat, dat kon eigenlijk niet. Er moest alles nog gebeuren. En het is wel gelukt. Wat ik heel krachtig vond aan de aanpak van Veldhoen, was erg goed luisteren naar de klant. En vervolgens met veel eigen wijsheid het bedachte concept neerzetten. Ik vergeet nooit het moment waarop we de moodboarden kregen met alle materiaalkeuzes. En dat werd gepresenteerd met zo, nou, je mag er wat van vinden als je vooral ja zegt. En zo is het ook gegaan. En daar hebben we nog geen dag spijt van gehad. Voor ons is het doel van het programmaproject Nieuwe Werken eigenlijk niet eens zozeer geweest, wij moeten anders werken. Het was, hoe zorgen we dat we op 550 vierkante meter met 16 mensen en 3 tal vergaderzalen uit de voeten kunnen. En het vervolg was, we gaan hier met heel weinig mensen heel veel doen. Dan is het misschien wel heel slim om in een omgeving te creëren waardoor mensen automatisch gaan samenwerken. Zo is het ook gaan werken. We werken samen. En toen we de concepten zagen in ons handboek voor dit kantoor, toen was het ook ontmoeten en samenwerken. Het wauwmoment was voor mij eigenlijk niet zozeer tijdens het proces, hoewel er hele mooie momenten in zijn als je ziet wat er gebeurt. Het wauwmoment was direct daarna, toen we voor het eerst het bestuur ontvingen, ze de koffiemachine meteen wisten te vinden en zonder enige hiërarchie gast werden in dit huis, hun eigen huis. Die gelijkschakeling van iedereen is heel erg belangrijk. Veel belangrijker dan ik van tevoren had kunnen bedenken. Want daardoor deel je ook veel makkelijker informatie met elkaar. Ook tussen bestuursleden en de mensen op het bureau is er een hele open relatie. Veel opener dan in het verleden. Ik vind het belangrijk hoe de omgeving eruit ziet. Voel je je daar thuis? En wat ik heel erg belangrijk vind in de werkomgeving is dat ik mijn collega's ontmoet. Niet geïnstitutionaliseerd op een vrijdagmiddagborrel, maar gewoon in de dagelijkse gang van zaken wil ik mensen spreken, wil ik ze zien, wil ik goedemorgen, goedemiddag, goedenavond kunnen zeggen. Ik denk dat het nieuwe werken zijn houdbaarheid houdt zolang mensen het kunnen meemaken. En we moeten niet denken dat het nieuwe werken iets voor nu en de rest van de eeuwigheid is. Mensen veranderen, attitude van mensen veranderen, de manier van werken verandert. En dat zal weer tot nieuwe concepten leiden en dat is ook prima. Een beetje organisatie is ook dynamisch. Ik bedoel, toen ik ooit op een Triumph typemachine begon, kon ik me niet bedenken wat het is om te internetten op een smartphone. Vandaag kan ik niet bedenken wat het over 10 jaar is. Ik weet het niet. Ik ben er niet slim genoeg voor waarschijnlijk ook om dat te weten nu. Dus ook dit concept gaat veranderen. Maar voorlopig, bij de huidige manier van denken, kunnen we er zeker nog wel een jaar of 5 mee verder.